Onderkant van de drone, deze gaan we opladen. De batterij die hieronder zit, je kan hiermee opladen met hulp van deze. En als je klaar bent, dan zetten we deze hierin, zet hem aan en dan krijg je het volgende. Hier is de controller, aan en uit, hij staat nu aan. Want en dat ziet er dan zo uit. Schroefje moet eruit gehaald. Je klikt hem weer erin. Het schroefje gaat er weer in. En rechtboven. Dat is ook klaar. Dan hebben we hier, gaat het vliegen, met deze gaan we rijden. Dan hebben we deze nog, de andere kant. Je ziet hier de aansluiting, waarbij je deze in kan pluggen voor je oplader. Om de batterij die hieronder zit op te laden. En ben je klaar, dan gaat deze... Het is heel erg prielen. Oh, moet ik wel even rechterboven zitten? Ja. Die schuift erin. Dan hebben we hier een knopje aan en uit. Kijk, en dan gaat die gelijk alweer branden. Ik zal hem eventjes hier neerzetten. We gaan hem aanzetten. Dan moeten we even op knoppen drukken dat hij hem gaat synchroniseren. Hij moet natuurlijk wel contact met elkaar maken. Hij gaat wel enorm hard. Kijk bij deze. Hij is helemaal beneden. Klein beetje omhoog. De propellers. Gaan we nog verder. En omhoog.
En dan rijd ik gewoon over de stoelkleed. Overdrempel? Nee, dat doe ik er niet. Heeft hij ook gehaald, zeg. Dus hiermee kan je wel hem sturen. Even kijken of we dat kunnen doen. In één beeld. Oké, dat is hem. Nou, dan gaan we even proberen. De linker, dus deze gaat naar beneden. Goed, nou dat was de test. Wat ik nog niet verteld had, dat zie ik hier ook hier staan, dat is de kaart voor de opname van de video. Dat had ik u al laten zien aan de voorkant, hier zit die camera. En als ik hem even omdraai, dan zie je hier die videokaart, kleintje. En met de onderdelen, bij deze, die leggen we hem hier in. En dan kan je hem lezen. En dan kan je hem dus, als hij vol is, hem hier uithalen, hier inleggen, in je pc. En je kan de opname naar je computer overzetten. Kind kan de was doen. Ik moest even spieken waar die ook alweer zat. Maar dat is deze. Als ik deze indruk, dan gaat hij opname maken. Mijn werk is weer binnen. Hele stapel. Flinke stapels, alleen maar reclame. Klein stapeltje kranten en daar moet het dan weer in. Dat is voor 2 weken.